symbolisch onderdeel is van de openingsverhandeling. En dat is Adi Pay. Is die er ook op dit moment? Ja, die was er. Is het goed dat we eerst nu de openingsverhandeling doen en dat meneer de burgemeester daarna zijn felicitatie. Ja, hoor, ik struikel er helemaal over. Dat je daarna je felicitatie uitspreekt, is dat goed? Dus het roffelen kan beginnen, dames en heren. En de openingshandeling gaat plaatsvinden door burgemeester en door Adi, dames en heren. Kijk, en het roffelen mag door. 1, 2, 3, onthul maar! Yay! Woe, wat is dat? En wat zien wij hier? René, kom even nog naar voren. Wat is het dat daar moeten we van leren. Maar laten we vooral op trots zijn dat dit in Nieuwegein, in Vreeswijk, gebeurt. En dan heb ik nog, ik kwam nog even in de opmerking, zei, u wil geen hoogbouw in Vreeswijk, dan woon ik in Vreeswijk op 5 hoog. Mag ik blijven? Dank u wel. Een hele fijne avond. OOT.IT. Ja. En dat is een beetje om warm te draaien voor de strakjes de stelte die we hebben voor twee zijn bezocht. Dat is de vraag. Je hebt nu 28 seconden om antwoord te geven. Je hebt 4 keuzemogelijkheden. Ja. Hoeveel bezoekers hebben afgelopen jaar het dorpshuis voor het Vreeswijk bezeten? Zijn het er 100? Zijn het er 150 geworden? Ja, ik heb ook Vreeswijkers. Pak die microfoon die voor jou ligt en zou je kunnen bedenken wat goed en belangrijk is. Als dat een meerwaarde heeft om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Dus, proost op ons allemaal. Proost. We gaan ervoor. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Sorry, ik ben hier pas net, dus ik ben een beetje aan het kijken wat er allemaal is. U bent van de Geinfilmen, zie ik. Bent u onderdeel van dit dorpshuis? Ja, wij zitten hier op woensdagavond. Om 8:00 s'avonds zitten we hier elke week. Nu sinds 2 weken. En dat bevalt ons uitstekend. Wij zitten hier op de creatieve workshop in het buurthuis. Dat is elke donderdagmorgen van 10 tot 11:30. Ik ben vrijwilligerscoördinator hier op het fort. En deze tafel zijn onze eigen activiteiten. En u ziet hier al die konijntjes liggen.
En die hebben we allemaal gebreid in een crowdfundingsactie. Ik ga zo meteen Mikkel, mijn moeder. Ik ga er een hond kopen. Ik ga hier zo. Lukt het een beetje zonder hengel? Zonder hengel, ja, de tijd is er ook een beetje voor. Hè. Het is voor ons nu een stille tijd. Dus we zijn blij dat we hier achter de prestaties kunnen geven. Jullie hebben ook behoefte aan nieuwe leden? Wij hebben er inmiddels al 2000. Mensen gaan het eerst opengraven wat het allemaal is en zo. Ik vroeg mij af of het altijd zo druk is hier in het gebouw. Nou, dat zouden we natuurlijk heel graag willen, maar dat is jammer genoeg niet zo. Maar dus ik loop steeds maar verder in de hoop op de bron. En de dozen strijd me verder, steeds maar verder vervuld. Maar niet mijn schuld, heb geduld. Wil je wel wachten tot het weer voorbij is, tot het voorbij is? Ik ben gewoon niet lekker, ik ben gewoon niet fit. Zo af en toe, dan heb ik dit. Dan ben ik chagrijnig. Het dorpsgeluk, vind ik, elkaar te ontmoeten. Je kent elkaar en je geniet van alle dingen. Nou, we zijn blij dat we daar ook deel van uitmaken. En u bent daar. Waar kan ik in godsnaam mijn behoefte kwijt? In mijn hart, in mijn borst, nooit genoeg, steeds die dorst. Waar komt die eindeloze onrust vandaan? Ik vroeg mij af, wat voor gasten jullie waren? Welkome gasten in ieder geval, want nou ja, we zijn van harte welkom geheten hier. Dus dat, het ontvangst is fantastisch. Nou ja, ik ben... Ik werk bij de Algemene Hulpdienst. Goedemiddag. Ik zie dat u heerlijke soep heeft. Groentesoep. Heeft dat iets te maken met die soep op zondag? Ja, dat gaan we doen vanaf... dat is de bedoeling vanaf maart. Eén keer in de maand, dat de mensen langs kunnen komen. Ja, op zondagmiddag kom ik je soep. Goedemiddag, heren. Ik heb kinderen gehad. Ik heb wat ouderen gehad en ik zie hier twee jonge mannen. Ja? Dus ik wou eigenlijk van u weten wat u hier komt zoeken. Komt kijken naar een nieuw concept voor de buurt. Ja, verrassing en leuk ding te doen. En maakt u al gebruik van het dorpshuis, normaal gesproken met een vereniging of iets dergelijks? Niet met een vereniging of iets dergelijks, maar mijn huisarts zit hier. Ah ja, dat is ook een manier om hier te komen, hè? Ja. Komt toch niet te vaak, hè? Zelden. Goedemiddag, ik hoorde dat u de voorzitter was. Wat een voorrecht om dan hier met zo'n feestelijk gebeuren te mogen zijn. Voorrecht. U noemt mij de voorzitter. Ik ben hooguit iemand die de vrijwilligers helpt, hè? Zij moeten het doen. Ik doe het niet, zij doen het. Nou ja, de coördinatie is belangrijk, hè? Ja, als je er heel veel hebt, allemaal indelen en ja. Ja, ik kan me voorstellen dat u zo denkt, maar zelfs dat doe ik niet. Zij doen het echt allemaal zelf. Ik ben er eigenlijk alleen maar, zal maar zeggen, voor de lintjes en voor een handtekening te zetten. En verder proberen we het gewoon de mensen te laten doen, want uiteindelijk, als zij het niet dragen, dan kan ik het niet trekken. Dus u kunt een beetje koning voelen? Ja, eigenlijk wel, ja. Goedemiddag, dames. Goedemiddag, ja. Mij werd net verteld dat u gisteren gehuldigd bent. Waar was dat voor? Nou, gehuldigd is een groot woord. Maar er was een prijsvraag in de Beugelaar, onze wijkkrant van Vreeswijk. Of mensen mee wilden denken over de namen van de zalen. Want we hadden vroeger een blauwe zaal, maar die is helemaal niet meer blauw. Dus er moest iets nieuws bedacht worden. En nou ja, daar heb ik over nagedacht.
en wat ideeën geopperd. En toen bleek gisteravond dat ik had gewonnen. Kijk eens aan. Ja, het is Jan de Bourvie-achtig geworden in plaats van kleurrijk na de verbouwing. Ja, het is, u bedoelt dat het heel mooi geworden is, hè? Ja, dat vinden wij ook. Dat vinden wij ook. Ja, we zijn er heel blij mee. En we zijn er vooral heel blij mee dat al die bezoekers van vandaag, en dat zijn er zeker 400, iedereen is enthousiast. Nou, wij ook, hoor, want wij zitten hier op zolder, hè? Ja, elke woensdagavond. Ja. Nou ja, ook helemaal leuk. Dus iedereen die meedoet, hè, die is ook enthousiast. En dat geeft samen zoveel energie. Dus we gaan er weer.